Hallo, in deze video bespreek ik opdracht 28 op pagina 64. Deze oefening gaat over de theeconsumptie, waarbij dit mooie grafiekje hoort. En bij vraag A wordt er gezegd dat er meer kruidenthee dan gemengde thee wordt gedronken. Maar hoeveel procent meer? Nou, we willen dus een procentuele toename weten. In dit geval moeten we ook weten wat nieuw en oud is om de formule nieuw en oud gedeeld door oud keer 100 te gebruiken. Omdat er wordt gezegd dat er meer kruidenthee dan gemengde thee wordt gedronken, is gemengde thee ons origineel en kruidenthee is ons nieuwe waarde. Okay. Deze waardes zijn voor de gemengde thee 2000 en voor de kruidenthee 2500. Nou, we doen nieuw min oud gedeeld door oud. Dus we hebben de kruidenthee, dat is 2500. En dit doen we min oud is gemengd, is 2000. Delen we door oud, dus ook weer 2000. En dat vermenigvuldigen met 100. Als je dat uitrekent, kom je op een procentuele toename van 25%. Goed, dan bij vraag B wordt er gevraagd, of wordt er gezegd, dat er minder kruidenthee dan zwarte thee wordt gedronken. Omdat er dan zwarte thee wordt gezegd, is dus zwarte thee ook weer ons oude en kruidenthee onze nieuwe waarde. Nou, de zwarte thee zit op 7000. We beginnen weer met kruidenthee, 1500. En dan doen we min 7000 van de zwarte thee. Delen we ook weer door 7000 en vermenigvuldigen we met 100. Dit geeft een procentuele afname van 64, zeg ik dat goed? Yes, 64,3%. Goed. Dan bij vraag C is er even iets andere vraag. Er wordt gevraagd hoeveel procent van de totale theeconsumptie was zwart? Nou, dan moet je natuurlijk eerst weten wat het totaal is. Dus je telt al deze waarden bij elkaar op. Nou, totaal hebben wij 7000 plus 2000 plus 1000 plus de 1500 is een totaal van 12.500. Oké, nou, we willen natuurlijk een percentage van totaal weten. Dus hoeveel procent is zwart van het totaal? En dat doen we door dat aantal, 7000, te delen door het totaal. En vervolgens vermenigvuldigen met 100. En als je dat doet, dan kom je op een percentage van 56 uit. Goed, door naar vraag D. Daar wordt gezegd dat 23% van de kruidenthee dat het rooibosthee is. Hoeveel gram rooibosthee is in 2010 gemiddeld per Nederlander gebruikt? En we moeten uitgaan van 16,6 miljoen Nederlanders. Oké, nou, we moeten in eerste instantie weten hoeveel 23% van de kruidenthee dan is. Hoeveel kilogram, let op, we hebben hier kilogram, keer 1000. Nou, we hebben dus het totaal aantal van de kruidenthee is 1500. En daar willen we van berekenen 23%. Dus we vermenigvuldigen met 0,23. Dit geeft een aantal van 575 kilogram en dat nog een keer 1000. Let heel goed op dit. Dus in totaal, hoeveel gram hebben we dan? Dus we hebben keer 1000 is dus zoveel kilogram. En als we dit moeten natuurlijk nog, we willen het aantal gram per inwoner. Dus we moeten dit ook nog omrekenen naar gram. Nou, om van kilogram naar gram te gaan, doen we een keer 1000. Dus dit is hetzelfde als 575 miljoen gram. Oké. Nou, vervolgens moeten we natuurlijk weten hoeveel dat dan per persoon is. Dus we nemen dit getal en we delen dat door 16,6 miljoen. Wat er zo uitziet. En dat geeft ongeveer 34,6 gram.
per inwoner. Ik hoop dat het duidelijk was en tot de volgende keer.